elke dag pijn aan beide benen, beide knieën. Ja. En het trekt ook door, door je even een keer gaat staan in de rug, onder in de rug, 8 jaar. 8 jaar, oké. Okay. Ja. Maar je zei, maar het neemt toe. Neemt toe. Rechts een knieoperatie gehad, zijn de kruisbanden gescheurd, afgescheurd, volledig. Daarna hadden ze vergeten de meniscus te controleren, die zat er ook nog in, dus die moest er ook uit, zo'n deel. En links hebben ze het kapsel geklief, van de kapsel was blijkbaar te strak. Oké. En nu, maar u moeite met lopen, met staan, zie ik er... Ja, het is heel vermoeiend. Pijn is heel vermoeiend. Want je is continu wiebelen. Ja. En de stilstaan is moeilijk. Dat is ook moeilijk. Ja. En als je doorbuigt, door de knieën, hoe gaat dat? Dan hoor ik hem een beetje kraken. Ja. Hier komt er echt spanning op te staan. Ja, oké. Maar is de spanning... Dat het omhoog gaat, dan is het dan links. Ook pijnlijk, zeg maar. Zeker want, links, moet ik want, even steunen. Want ik zie je de stoel vastpakken. Ja, moet ik even steunen. Dan voel ik hem hier aan de zijkant, bij allebei de knieën eigenlijk wat trekken. Ja. Maar... En stram. Stram gevoel. Maar omdat die pijn best wel heftig was, is... Toen zeiden we, ja, als je pijn vrij wilt worden, moet gewoon je knieën. Ja. Klaar. En dat accepteer ik niet. Nee, oké. Tenminste, liever niet. Nou, goed. Moet wel lukken om daar echt wel een heel stuk te komen. Dus dan kunnen we 2 jaar winnen of 4 jaar? Doen we. Ja. Gaan we voor. Nog één keertje doorbuigen. Ja. Ja, dat is een hele verandering. Ja? Deze deed het echt meeste pijn, maar ik voel hem niet. Ja, maar je voelt hem niet. Nee, ik voel alleen het knijpen van jou. Dat is wel duidelijk, juist, ja. Maar ik voel niet die stekende pijn die er zat onder de knieschijf, die is het meeste. Nee. Ik ben blij dat ik vandaag 3-4 jaar niet bewegen, gewoon lekker vies heb. Ja, oké. Ja, mooi. Top, mooi. Ik film.